was een keer heel erg verbrand en dat heb ik naar mijn moeder gestuurd, wat ik moest doen, want ik was zonder haar op vakantie. En zelfs dat soort foto's staan ertussen. Eigenlijk foto's die je niet eens verwacht dat het als interessant wordt gezien. Ik ben er ook wel van geschrokken dat iemand dat gewoon kan doen, zomaar, dat kan. Ja, ik pas nu natuurlijk wel nog beter op. Ja, ik zal ook niet meer dat soort foto's maken, ook al moet het wel gewoon kunnen. Betekent dus dat je geen foto's meer van je lichaam maakt, überhaupt niet meer op je telefoon? Nee. Nee. Gaat dat ook niet ver? Ik bedoel, ja, op zich zou het moeten kunnen, toch, dat je een foto van jezelf maakt? Ja, het zou moeten kunnen, maar ja, door wat bij mij is gebeurd, wil ik het gewoon niet meer. Heeft het iets gedaan met het vertrouwen dat je hebt in mensen? Nee. Nee? Nee. Je twijfelt? Nee, ik heb niet meteen... je moet niet zo leven, denk ik. Dat je meteen geen vertrouwen meer hebt in mensen. Ik denk gewoon dat deze mensen een fout hebben gemaakt. En nogal meer mensen zijn die fouten maken. Maar het niet dat ik niet meer vertrouw in mensen. Dat niet. Ik studeer criminologie, omdat in mijn proces met aangifte doen en dat soort dingen, duurde het gewoon best wel lang voordat er mensen waren die er eigenlijk verstand van hebben, niet elke serieus namen. En denk ik, ja, dan is het als meisje wel fijn dat je ook met iemand over de zaak opgaat die ook een vrouw is. Want ik moest bijvoorbeeld mijn gegevens, mijn foto's inzien en dan zit ik met twee mannelijke politieagenten naast me. Dat had ik toch liever met vrouwen gedaan, eigenlijk. Thank you.